Yo mensen, welkom in deze nieuwe video. Ik ben nu aan het editen, ik ben de video aan het editen en ik ben erachter gekomen dat ik de 500 abonnees heb gehaald. Ik ben hartstikke dankbaar dat jullie allemaal op me hebben geabonneerd. Hartstikke blij mee. Ben je nog niet geabonneerd, abonneer zeker op naar de 1000. Let's go. Ik had ook een 500 abonnee giveaway. Ik ga dus een minibike weggeven. Kijk op mijn Insta, daar staat een filmpje, daar staat de winnaar. In ieder geval gefeliciteerd. En dan wens ik jullie nu veel kijkplezier. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de binnenkant helemaal verven. Oké, zometeen ga ik beginnen om eerst de boot helemaal schoon te maken. Stofzuigen en met een nat doekje overheen, zodat ik kan beginnen met verven. Eerst ga ik 2 lagen primer erop doen. Waarom doe ik dat? Nou, je ziet de boot is groen. En als ik wit eroverheen ga doen, dan zie je de kleur heel goed door. En de primer zorgt er dus voor dat, dat de verf straks beter dekkend is. En dat het betere aanhechting heeft aan de boot. Dus het heeft alleen maar voordelen om met primer erop te doen. Dat heb ik niet voor de buitenkant gedaan, aangezien die verf al heel dekkend is. Maar ik doe het wel voor de binnenkant, omdat wit minder dekkend is natuurlijk op groen. Maar nu eerst schoonmaken. Oké, de boot is nu helemaal schoon. Dus ik laat hem even drogen. En dan ga ik zo meteen de verf pakken. En dan kan ik beginnen met verven. Oké, de eerste laag van de primer zit erop. Ik ga zo meteen de tweede laag doen. Dat ga ik niet filmen. Tussen de lagen door ga ik ook even schuren voor een betere hechting voor de volgende laag. In ieder geval, je ziet mij weer als ik bezig ga om de echte lak erop te doen. Thank you.
Oké, de boot is nu helemaal geverfd. Binnen en de buitenkant. Ja, het is erg moeilijk om de dieptes nog te zien in de boot. Want deze wit is een hele felle wit. Als er licht op schijnt, is het heel moeilijk te zien. In ieder geval op camera. Om de dieptes te zien. Maar hij ziet er echt, echt een stuk chique uit. Kijk, je kan het blauw en het zwart gewoon bijna niet zien. Door het wit, hè. Het is gewoon spierwit. Alleen maar goed, alleen maar mooi. Maar oh, wat ziet er nu mooi uit. Nou, nu moet dit drogen. Dan ga ik bezig met de vloer. En met de bankjes. En hoe heet dat? Met het dekbeslag. Want zoals je hier ziet op het punt. Is niet heel erg mooi. Dus daar ga ik wat voor maken. Hier is het voor. Daar moet nog wat hout. Er moet hier nog een plank in het midden. En de vloer moet natuurlijk nog mooi gemaakt worden. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Dat zie je volgende week. Dan zijn we ook aangekomen aan het einde van de video. Ik wil allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je nog meer video's zien van deze serie of andere series? Kijk even op mijn YouTube kanaal en abonneer even op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik heel fijn vinden. En ja, dan zie ik je weer bij een nieuwe video. Bye!